Ja, er zijn twee dingen gebeurd, natuurlijk. Bij de uitslagen, ja. Kijk, allereerst, vrienden, en dat was natuurlijk heel erg leuk. Ja, de ober is langsgekomen. En de ober heeft ook heel erg afgerekend. Ja. Ik dacht een tijdje van, waar blijft hij? Maar de ober, ja, hij heeft me niet teleurgesteld. Hij is toch even langs gegaan bij de drie partijen. Tik, tik, tik. Ja, er staat nog een rekeningetje open. Eventjes afrekenen. Ja, 10 eraf bij de VVD. Ja. 10 eraf bij CDA. En ook nog eens een keertje 15 bij D66. Dus nou, die ober, die heeft zijn werk voortreffelijk gedaan. Dus dat is sowieso al heel goed. Je kan dus niet zomaar ongestoord fouten blijven maken in de politiek. Nee, en dan niet worden afgerekend. Dat blijkt. En het tweede wat heel goed was, en ja, hoogtepunt van de avond, dat was toen Knulletje Klaver in beeld kwam. Nou, ooit zo'n beteuterd gezicht gezien als van Knulletje Klaver. Oh, ho, ho. Die hadden zich helemaal rijk gerekend en die dachten van ja, we gaan het wel even maken. We gaan samen. En daarna had hij zichzelf al helemaal een ministerspost toebedeeld. En zie, alles helemaal weg, helemaal totaal de mist in. En daar stond hij. Hij kon het niet eens opbrengen om Wilders te feliciteren. En die Timmermans, heb je die gezien? De groen goeroe. Oh, nou, die was echt boos. Daar kwam hij een beetje stoom uit zijn oren. Helemaal Brussel opgezegd om zich hier een beetje te laten verslaan door Wilders. Ja, nou ja. Maar goed, hij zit niet in het torentje en dat was, daar ging het om. Het ging om dat eindresultaat, vrienden. Ja, het ging om, zit Timmermans in het torentje, ja of nee? En voorlopig is het nee. En dat komt vooral omdat ze gelukkig aan de rechterkant, ja, wat ik steeds heb gezegd, strategisch hebben gestemd. Nou, en ja, want die hebben dan bijvoorbeeld niet op ja 21 of op Forum gestemd of noem maar op. Nee, die zijn allemaal naar Wilders gegaan en zelfs bij de VVD, wat ik niet verwachtte, want ik dacht dat de VVD groter zou worden, die zijn ook allemaal naar Wilders gegaan. Nou goed, en nu zitten we dan met Wilders. Ja, dit is niet, ja vrienden, eerlijk is eerlijk, niet helemaal mijn premier. Ik ben bang dat we met veel buitenlanden last gaan krijgen, want die zien dat niet zitten, want hij heeft natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen in het verleden gezegd, Wilders, en die gaan ze allemaal weer oprakelen. Dus ja, daar krijgen we mee te maken. En ja, hij wil helemaal niks aan het klimaat doen. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. En Nexit, daar ben ik het ook niet mee eens. En er zijn er nog een paar dingen waar ik het niet mee eens ben. Vandaar dat ik mijn stem niet naar Wilders is gegaan. Ik had hem liever in het kabinet gehad en niet als de grootste partij. Maar goed, het is nou één keer zo. We moeten ermee dealen. We gaan wel de rechterkant op, wel als het goed is. Maar ja, dan moet Pietertje meedoen. Pieter, ja, veel van jou afhankelijk. Ja, als jij nee zegt, ja, dan gaat er waarschijnlijk een heleboel niet door. En dan, vrienden, in dat geval, dan krijgen we een heel erg grote nachtmerrie scenario. Dan kan ineens zomaar weer Timmermans in de goeroe en Knulletje Klaver en Adje Dubbeltee, die kunnen zomaar weer om de hoek komen kijken. Want dan kan het zomaar zijn dat we toch weer een soort middenkabinet met een beetje naar links, met GroenLinks krijgen. Met Pietertje. Ja! Oh, daar moeten we niet aan denken. Dus in godsnaam, Pieter, brei het dan maar rond met die Wilders en met de VVD en de Caroline erbij. Ja, maar goed. Maar al met al, ja, was het dus een hele goede uitslag.